Hallo, de mensen die mijn Mystery Box opening hebben gezien dat ik allemaal nieuwe Lego Dimensions dingen heb gekregen. Dus ik dacht, ik ga dat meteen in het spel gooien. Maar toen gebeurde er wat nieuws. Ik kreeg in één keer een extra scherm. En het extra scherm dat ik kreeg, dat gaf mij een aantal mogelijkheden. En dit was de aanvullende content manager, zoals het zo mooi heet. En die vertelde mij wat. Die vertelde mij dat er nieuwe onderdelen te downloaden zijn voor Lego Dimensions. En dit is wat we hier zien. Het zijn eigenlijk alle werelden. Ik heb er een heleboel al. Maar de A-Team en Ghostbusters en Adventure Time, die moeten dus allemaal opnieuw gedownload worden. En dat doe je dus op deze manier. Wat je mij hier ziet doen. Ik klik hier alle levels aan en dan kan je ze dus op je PlayStation downloaden. Zo hoef je ze niet allemaal tegelijkertijd te hebben. Dat is op zich best wel handig. Dat scheelt je gewoon weer heel veel ruimte op je systeem. En als je de sets niet hebt, zet je ze dus niet erop. Nou, ik heb een aantal sets. Ik weet dat ik de andere ook ga kopen, dus ik download ze in ieder geval allemaal. Maar dit is dus een van de dingen die nieuw is. Er is natuurlijk nog wel veel meer nieuwe Lego Dimensions. En hier bij de updates kan je dat zien. Nou, een van de dingen die nieuw is, zijn de gevechtsarena's. En gevechtsarena's, daar kan je tegen elkaar, lokaal, dus bij jou thuis in de kamer, spelen met drie andere mensen. En je hebt spellen zoals Verover de Vlag, Doel, Tic-Tac-Boom. Ik heb nog geen idee wat het is. Ik ga het straks doornemen. Maar elk pakket in jaar 2 van Lego Dimensions komt met een unieke gevechtsarena gevuld met vallen en nog van alles nog wat. Dus dat ga ik jullie natuurlijk nog veel gedetailleerder laten zien, want ik ga gewoon gevechtsarena's opnemen. Wat is er nog meer? Nou, je hebt gebiedsselectie. Daarmee kan je meteen naar een bepaalde zone in een level skippen. En dat gaat natuurlijk veel sneller. Dat scheelt je heel veel tijd. En hoef je dus niet alles opnieuw te spelen als je nog wat mist. Kan je meteen daarheen. Het is sneller, het is makkelijker en het is heel erg handig. Het scheelt je gewoon enorm veel tijd. Nou, automatisch opslaan. Je kan niet meer met de computertjes opslaan. Het gebeurt nu gewoon automatisch voor je. Dat maakt het natuurlijk gewoon makkelijker. En hoe kan je het niet per ongeluk vergeten? Ook nieuw is de scherf. De scherf is de nieuwe manier om naar je nieuwe zones toe te gaan. Dat heb ik wel al opgenomen, dat kan ik je laten zien. En je zal ook zien dat ik nog helemaal niks heb natuurlijk. Maar dit is nieuw in jaar 2 van Lego Dimensions. En het is heel erg handig. Want daarmee krijg je toegang tot al je nieuwe avonturen. Hier zien we dan hoe je naar de scherf gaat. Deze computer komt erbij als je hem de eerste keer opstart. Ik kan hier kiezen tussen Vorton en de scherf. Als ik op de scherf klik, zie je dat ik nog helemaal niks heb. Er is nog niks, want ik moet het eerst nog gaan vullen. Nou, dat gaat natuurlijk nog komen. Dit was het filmpje. Dit was nieuwe Lego Dimensions. Hier zie je mij met Green Arrow spelen. Die is nieuw, Limited Edition. Wil je het filmpje zien? Kijk er dan absoluut naar. Ik ga nog veel meer Lego Dimensions doen, want dat komt er binnenkort aan. En ik heb heel veel pakketjes en heel veel dingen. Dus ik heb genoeg om te laten zien. Tot de volgende keer.